dacht, ik kan het maar aanbieden. heb ik geleerd van mijn vader. Showman dat was. Man, echt waar. Als er mensen op bezoek kwamen, het duurde nog geen 2 minuten. Of mijn vader was al de tafel opgeklommen en dan begon hem. Ja, mensen, ja. Mag ik even de aandacht? Oké. De reiskoffer waarvan de wieltjes dringend gesmeerd moeten worden. De gsm op trilstand die op tafel ligt. Ja. De meeuw. Die doe ik even op u. De ontmaagding van onze buurvrouw Esther Jansen. De ezel die een koelkast-diepvries-combinatie probeert uit te kakken. Die doe ik ook even op u. Mislukt. De toekan. De zure augurk. De man die naar links kijkt, onder zijn oksel krabt, maar niet betrapt wilt worden. De man die naar links kijkt, onder zijn oksel krabt, maar niet betrapt wordt. Voilà. De jas die niet wilt aangetrokken worden. En op die manier heb ik daar zeker nog meer dan 3 uur gestaan in die contrabaszak.